Het boek doekt op in 1867 bij een skipstimmerbaas in Den Helder. Zekere Cornelis Over de Linden. Die van Frieske kom Auwie. Die zei dat hij het van zijn mooike Aafke kregen had. En die mooike Aafke die wennet weer in Enkhuizen en die is al lang weer verstoord. Dat je niet kan dat controleren. Dus der mooi krijgt het ik al wat mysterieus. En het soer zou wezen dat dat boek al zo'n generaties in die familie terugjoont wie. En dat het een boek wie dat ik bewezen soer. Dat is een verhaal dat blijkbaar in die familie bestaand had. Dat bewezen soer dat die familie van adellijke Frieske kom Auwie. En doet dat boek één keer ontcijferen waard, want dat koer die Cornelis Over de Linden zelfs net, dus hij mast naar de deskundigen daar. Doet het één keer ontcijferen waard. Toen kwam wat ljocht dat het saberen of net, het is maar wat je leeuwen wollen, al van 500 van Christus in die familie Over de Linden terugjond weer. Mijn zoon, deze boeken moet je met lijf en ziel bewaren. Ze bevatten de geschiedenis van ons gehele volk en ook van onze voorvaderen. Verleden jaar heb ik die uit de vloed gered, tegelijk met u en met uw moeder. Doch ze waren nat geworden, daardoor gingen ze naderhand bederven. Om ze niet te verliezen heb ik ze op overlands papier overgeschreven. Het is net zo van je slaan het iepen en joggen wat het is. Krek doorzom. Je moet het er echt op studeren. Je hebt jou erachter komen wat het is. Maar in elk geval zat het in de eerste periode altijd opvetten is. Of is als een schiernis van de Friezen. En die schiernis die zou rennen van ongeveer, nou ja, van 4000 van Christus. Ont ongeveer 50 van Christus. En dat giet oor een echt een het verhaal dat erachter zit is dat van een heel heegsteende, blanke beschaving, die net alleen nog in Friesland is, maar die het heel Europa beslacht. En die beschaving die zou dan starig on veroveren wijze door volkeren die wij wel kennen. Bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen, en benamen worden neemt Finnen en Magyaren. En benamen we ik neemt Golen en Feniciërs. En die zoenen Sastaren gewoon de Friezen in het hok waarom treunt haar. En het hok is dan het Sint-Wurgen Friesland. Thank you.
Het geeft allemaal mooie verhalen over het Oud-Friese volk, wat eeuwen en eeuwen teruggaat. En zijn oorsprong volgens dit geschrift zou hebben in India. En dat kun je nog wel zien, omdat in India is het een berg zo hoog, de Himalaya. En dat is een Friese naam, want die is zo hoog, dan koest de hemel aaien. Nou, zulk soort verhalen staan hier allemaal in het Oralinda boek. De Himalaya, en dat is een Friese naam, want die is zo hoog, dan koest de hemel aaien. Het curieuze is ook dat de sleutel tot de ontcijfering van de letters staat hier ook in. Dus ja, dat was voor sommige mensen ook al de aanleiding van, nou, dit kan niet deugen.
Ja, uiteindelijk, uit papieronderzoek is ook wel gebleken dat het papier is uit van de papierfabriek van Maastricht uit 1865. En dat het dus helemaal niet zo oud is als het men het deed voorkomen. U ziet ook wel de kwaliteit van het papier. Het is zwaar houthoudend papier, dus het verzuurt helemaal. En het is heel erg in verval. Thank you.
huiske, pleetske, tjerkje, fieltje, strukje, bjemke. Ja, dat is wel mooi. Maar om nou te zeggen, dit is een broersjen plak, dat je mooi zoekt worden door het libben en het leven, door de drokte en de actie. Nou, nee. Nee. En dat heel dol als dit lijden kost. Studentenstand. Dus de kroeg zal maar even niet stappen, geest. Om even een goed gesprek te hebben met de orenstudenten. Dus praat ik eerst over libben en dieren, hoe God en gebod. Dus discussieer ik eerst met professors. Had ik je nou geleerd? Dus de schenk eerst naar de vrouwen. Mooie stand. Leiden. En dan nou dit hier. Foutgem. Alleen de namen al. Ja, dat viel net, dat viel bijgelijks net als Goedgem, zeg maar zitten. Ah. Maar ja, je bent correct afstuderen als Doemni, zei Jelven en Jochentje de Eeuw, en dan ga je het net wat kiezen. Hij moet blied wijzen dat er hier op de bakken, François Haversmied. Hij dangelt je wat om, ziek helpt is Jip. En zei dan, nou, vooruit maar. Ik wil de nije dominee van Valtgen. Deo Volente. Hm? De Friese cultuur is al 4000 jaar oud. En wie in die tijd zo sterk, zo heegsteend en oorheerskend dat Friesland aan de basis stiert van alle oore Europese beschavingen. Dat is net zo. Maar dat is wel wat gewoon Friesen en oren niet lange tijd dachten. Mooi dank aan het Oeralinda-boek. Het Oeralinda-boek is een geheimzinnig boek. In de 19e eeuw schreunt er een man die hem net bekend maatje woe en die dit liedje liet woe dat het boek een oerbloesel wie uit die grote, oeroude Friese beschaving. Een protomeeske stonk een ring en het Oeralinda-boek waard in een soort orentalen oerzet. François Haversmied, ja, dat ik het gewoon voortdurend moet zeggen. Hij wie de schreeuw. De nije dominee van Foutgem schreeuwt dat geheimzinnige boek over de rieke, grutte, Friese beschaving. Dat Grieken en Romeinen lietse jongens bijwien. Dat Atlantis en Orenmythes beddenboekjes bijwien. Tja. En ja, het wie een grut Zwets verhaal. Kleren waren al ouloene. Het kwam alle grote dikke toemen van de dominee. En dat, nou ja, wat vinden we er eens van? Een dominee die het alles bijna was zitten liggen? Een dominee in zo'n rustig, vredig plakje. Hoe kon hij hem nou zo verliezen? François Haversmied. Het wie een bijzonder man. Tussen 18 en 1900 verorent er een soort. De industrialisatie komt op gang. Dieken en spoorwegen worden online, kanalen worden groeven, stoomschepen vervangen scootjes, fabrieken worden gebouwd. Telegraaf en lettertelefoon maakt je het mogelijk om op grote afstand te praten. Met zeeskippen kunnen we zo naar Amerika reizen. De vrouw komt er oors uit te zien. Dat troch neemt ook de belangstelling voor het verliezen ta. De mensen willen weten hoe het haar loon, haar eigen gebied, ontstaan is. Zo kunnen ze een beter idee krijgen van wat ze wij komen en wat ze met haar loon heen moeten. Wat wij wij komen en wat het heen moet? Nou, de mensen in Foutgem die weten het antwoord wel. Wij komen terug God van en wij moeten naar de hemel zonder twijfel. Maar belangstelling voor het verliezen? Hebben ik wel het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob, David en de psalmen van David kennen we de holle. Ja, maar verdere interesse, dat houdt dan niet door. In Foutgem, Boppedokkem, wennet een dominee, François Haversmied. Behalve preken schreeuwt Haversmied ook gedichten.
Hij broekt daarvoor een orenname, Piet Paaltjes. De boetelijke haversmiet had het als doem niet min uit zin in fout gedaan. De mensen moeten niet volle haaf van zien vrijzinnige preken, zien vrije uitlis van de Bijbel. De foutgemus jaren liever dat de Bijbel van begin tot eind uit neer het oors bestiert als de wierheid. En elke snoeitemoor naar Stiedrië weer. En dan zucht naar zijn schipjes. En dan skodderde. Zo behoudend, zo ouderwets. Hij schrikte soms van. Van zijn preken met de foutgemus net volle haar. Maar hij zou zich graag vertellen willen hoe het modernisme, dat je alles uit de Bijbel net letterlijk nemen matte, dat je alles net zwart-witje matte. Maar de foutgemus, die wil het net jaren. Gelukkig gaat de zijn gedicht nog. Daar kennen op de meeste wol in uw leven. Misschien, zo denkt er op een snijn, misschien wat ik mijn schroeverij wil broeken om de meeste sjen te litten wat ik bedoel. Misschien wat ik een mooi boek schroe. En dan net samen wat, maar echt wat speciaals. Dat de meeste nog het denken zetten zullen. Domnie Haversmiet besluit een driest experiment om te gaan. Hij maakt een geschrift dat er onder de meesken brengen wil, zonder zijn eigen namen daarbij te nemen. Het moet een mengsel worden van godsdienst en Friese geschiedenis. De bedoeling is dat de lezers het verhaal eerst leuwen, maar gaandeweg ontdekken zullen dat het net echt is. Dan zal hij, François Haversmiet, van het lucht komen en de meesken uitlezen dat het maar de Bijbel correct zo is. Die moet hij ook net letterlijk nemen, zou zullen dan zitten. In het boek wordt het verhaal beschreven van het opperwijzen Vralta, die treien oermemmen creëert. Een van haar is Freya, de mem van alle Friezen. De bij van Freya die vjocht je om raak met de bij van de orenvolksmemmen. Ze verliezen de slag en Hardenriek, dat eerst heel Europa beslacht, wordt heel dit liedje. In Salieke nog het jaar nul is er net meer oer als de Sint-Wurgen provincies Friesland en Grijnsland. Deze Friezen hebben exact dezelfde opvatting over het geloof als Haversmiet zelf. En het moet zijn voor je, hij doet het prachtig. Het boek zit vol met grappen en wutvinsten. De naam Atlantis, nevens Haversmiet komt dat van Oudland. En Neptunus, dat komt van het Friese Neftunus. Ja, en dit is nog leuker. De Friezen wat een vjochtje zijn de Finnen en de Magyaren. Nou, de Magyaren, dat ben van die 17e magieleeuwen. En de Finnen, dat ben de Fienen. De stijle griffemeen. Het is om je een boest nu te scoren. Hè? Maar er is hier een probleem. De meesten snappen niet dat het een grap is. Hij had het boek te goed maken. Om zijn lezers de fieten te nemen, schroeit hij het verhaal in een oud-Friese taal, maar echt liekende runetekens. Hij maakt het zo ingewikkeld dat het haast net te begrijpen is. Zijn vreun, de taalkundige Eelco Verwijs, helpt hem hiermee. Het hele verhaal wordt verfrisselen met een familieschiedenis van skipstimmerman Cornelis Over de Linden, een kennis van Haversmiet. Haversmiet stelt het nou zo voor als wie het schreeuwt door de vierde voorhouden van Disse over de linden. Oeralinda is Oud-Fries voor over de linden. En daarom heet het boek het Oeralinda-boek. Maar het rent oors als Haversmiet en zijn kompanen verwachten. Een leraar aan het Ljouwerter Gymnasium, J.G. Ottema, krijgt het in handen en leest het. Hij leeuwt voordat het echt is en begint er enthousiast over te vertellen in de kranten en in de geleerde tijdschriften. Hij jouwt het geschrift ook in boekvorm uit. Het is echt. Zo wordt het Oeralinda-boek bij een groot publiek bekend. Geregeld spreken meesken haar twijfels uit door de echtheid ervan, maar het is hield hij diezelfde Ottema die het voor het boek opneemt. Haversmiet, Verwijs en Over de Linden door er nog net meer te sissen dat ze het betocht had. Sa misleert het eens het experiment van Haversmiet. Maar de Friezen hebben nu een fantastisch boek met prachtige verhalen over een rieke geschiedenis.
Wat bedoelt weer om de Bijbel als net echt te ontmaskeren? Wat een soort van eigen Friese Bijbel. Ja, alles goed en wel met de kontenbedel, maar nog de foutgemus, nog de doemnie zit hier wat mij op. Nee, hij zit erbij als een googeler die zijn truc uitlezen wil. Maar er is geen die het weten wil. De act is te mooi om net wie te wezen. Hast van begin al aan leert net elke ien dat het oeralinde boek echt is. Maar er is niemand die het precies oontonen kan hoe het nou krekt zit. En wat het dan volskreun had. Zakker uit het boek een soort van geheimzinnige status. Mensen leeuwen ervan wat ze leeuwen worden. En gezindwurig ben er altijd nog discussies over de echtheid ervan. Het is wel duidelijk dat Haversmiet, alias Piet Paaltjes, de dieder is. Hoewel, de man zelfs had ons in deerta volhouden dat hij het net schreun had. Haversmiet hoeft net zo lang meer in Foutrum te bloeien. Hij kent nou een oren tjerketa. En let er voor u zit er nog een paar keer. Maar gelukkig zal er nooit worden. Hij rekt het van iene in de oren depressie, onder het leven haast niet meer oonken. En er zelfs een einde maakt. Maar nooit had er tajum dat hij de schroer weer van het Oralinda boek. Dus zei je er altijd nog twijfel mogelijk. Zou het dan toch nog... François Haversmiet. Ja, dat ik het gewoon voor dadelijk beslissen. Hij wie de skrul. Het is wel duidelijk dat Haversmiet, alias Piet Paaltjes, de dieder is. Goffe Jensma, wetenschapper van de Friese Academie. En die is gepromoveerd op het Oeralinda boek. En die heeft de link gelegd tussen het Oeralinda boek en François Haversmiet, ook wel bekend onder naam Piet Paaltjes. En die vermoedt dat in de tijd dat Piet Paaltjes, François Haversmiet, predikant in Foutrum was, dat hij toen mogelijk met een aantal medegrappenmakers, waaronder mogelijk Verwijs, taalkundige, dit in elkaar gewrocht heeft.
Het boek gaat over de blanke Friese samenleving. Het is een behoorlijk racistische inhoud, heeft het ook. Al is dat in die tijd natuurlijk iets minder beladen dan tegenwoordig. Vanaf 2200 voor Christus tot ongeveer 50 voor Christus zou hebben bestaan. Geleid door vrouwen, liberaal, veel nadruk op individuele vrijheid. En die beschaving die zou langzamerhand zou die verbasterd zijn geraakt. En een van die verbasterde vormen is bijvoorbeeld de klassieke beschaving. Het is een behoorlijk racistische inhoud, heeft het ook. Een behoorlijk racistische inhoud.